gaat zo. Het leuke is, sinds ik met dat fluiten ben begonnen, ben ik ook veel meer geïnteresseerd geraakt in andere muziekstijlen. Dus ik ben heel veel gaan luisteren naar jazz. En ik moet zeggen dat de oude jazz, die spreekt me enorm aan. Vind ik echt geweldig om te doen. Maar ook bijvoorbeeld klezmermuziek, ook Arabische muziek. Wat dat fluiten me ook brengt, is dat ik me meer ben gaan... Nou, verdiepen is een groot woord, maar meer ben open ben gaan staan voor andere stijlen van muziek. Dus... wat dat betreft is er wel een wereld voor me opengegaan in die zin. Ik ben nog steeds ook verbaasd over de ontzettend enthousiaste reacties die ik krijg van het publiek steeds. Mensen zijn echt wezenlijk geïnteresseerd en ze vinden het echt leuk en volgens mij nog mooi ook. Ik heb 30 jaar gefloten tot irritatie van mijn omgeving. En nu komen er mensen naar me toe om mij te horen fluiten. Mensen kunnen hier voor een week komen en dan krijgen ze fatsoenlijk te eten, fatsoenlijk bed en een bad. En tevens hulp bij het vinden van oplossingen voor een vaak hele complexe problemen. Persoonlijk heb ik over het algemeen een vrij goed humeur, ja. Maar de relatie met fluiten, die gaat voor mij niet op. Ik fluit ook als ik somber ben of ik fluit eigenlijk bij elke stemming. Als kind ben ik een keer met mijn fietsje tegen een lantaarnpaal aangeknald. Waarbij ik mijn lip echt gigantisch bezeerde. Ik had echt zo'n lip. Waardoor ik dus een paar weken niet kon fluiten. En toen was ik heel chagrijnig, dat wel. Dus omgekeerd werkte het wel zo. Van als ik niet kon fluiten, dan merk ik wel aan mijn stemming dat het kloten wordt. Ik weet echt niet wat ik doe. In mijn mond. Ik weet sinds een paar jaar dat het fluiten zeg maar hier vandaan komt. In mijn geval goed verstopt. Maar het komt hier vandaan, achteruit mijn keel, waar de meeste fluiters voor in de mond fluiten. En die maken trillers als ze dat kunnen, met hun tong. Maar mijn tong die ligt nagenoeg stil. Dus het is heel vreemd. Het is een beetje keelfluiten wat ik doe. Ik heb gelukkig een vrouw getroffen die daar heel goed tegen kan. Eigenlijk tot mijn grote verbazing. Ik bedoel, het is best wel hinderlijk. Ik fluit echt veel. En er staat bij mij thuis nooit muziek op of ik fluit mee. Dus zij hoort nooit de muziek zoals de componist bedoeld heeft, zeg maar, altijd met mijn toevoegingen. Maar ik heb natuurlijk in mijn leven heel vaak gehoord van, jij zou eens even op met dat irritante gefluit. Want het is natuurlijk best wel hinderlijk, want ik ga maar door. Het is niet even een korte flodder of zo, maar ik fluit wel heel vaak.
Ik ga morgen vertrekken naar Krakau. En we gaan opnames maken met de Quartet Klezmer Groep Krakau. En dat is een klezmer trio. We bestaan uit altviool, contrabas en accordeon. En ja, die gaan voor mij een paar nummers opnemen voor op de nieuwe cd. Vorig jaar was ik in Krakau om te kijken of er optredens mogelijk waren daar met het strijkkwartet. Toen stond ik op een plein en er stond een gedenksteen daar. Vanaf deze plek zijn zoveel miljoen Joden vervoerd naar de concentratiekamp, een stukje verderop in Auschwitz. Nou, dat is natuurlijk heel indrukwekkend, dat is echt zo'n kippenvel moment. En vervolgens zijn we gaan eten in een Joods restaurant. En in dat restaurant speelt dit klezmer trio. Ja, dat vond ik zo mooi. Het moment was zo bijzonder, zeg maar. Je bent in Krakau, een vreemde stad, vreemd land. Eigenlijk met een heel leuk doel. En je wordt even geconfronteerd met de werkelijkheid, zeg maar, van 40-45. En vervolgens hoor je ook nog muziek die daar helemaal bij past. En ja, daar word ik dan emotioneel van, zeg maar. En toen heb ik een cd'tje van ze meegekregen. Van die mensen. En ja, ik bleef de muziek mooi vinden. Want ik had zoiets van, ja, misschien vind ik het zo mooi en vind ik het zo goed omdat het het moment is, zeg maar. Maar het zijn gewoon ongelooflijk goede muzici. Echt die klezmermuziek maken zoals het, denk ik, gemaakt moet worden.